Goedemiddag, wij staan weer klaar voor les 4 van de serie Smakelijk Eten. En u weet, in het Indonesisch is dat Selamat Makan. En wij gaan uiteraard koken. Sylvia hoef ik nauwelijks meer aan u voorstellen, die kent u inmiddels. Hè? Nou, zo dadelijk gaan we beginnen. Maar daarvoor wil ik nog even wat anders zeggen. Stel dat het hier en daar nou een beetje snel gaat of dat er hier en daar een onduidelijkheidje insluipt. Geen probleem, geen paniek, want we hebben een cursuspakket, daar staat alles in. En aan het eind van de uitzending hoort u hoe u dat in uw bezit kunt krijgen. Nou, ik stel voor dat we maar heel snel beginnen. Wat gaan we vandaag maken? Allereerst starten we vandaag met de gulai kambing. Oorspronkelijk een geitenvleesgerecht. En daarna gaan we atjarabong maken. Om even terug te komen op de gulai kambing. Oorspronkelijk is het dus een geitenvleesgerecht. Ja? Maar vandaag gebruiken wij lamsvlees. Dat is geen probleem, dat kan nee, gewoon. Nee, dat kan heel gewoon. Het is, dit gerecht heeft ontzettend veel ingrediënten. Kardemom, hele pitten, de zaadjes, de palla, de nootmuskaat, ketumbar, de koriander, tienten, de komijn, de kuntjoer, daar hebben we geen Nederlandse benaming voor, maar het is een witte wortelsoort. De foelie, de kruidnagelen, de pijkkaneel, kamirinoten, de santen, oftewel de kokosmelk, onze bekende lombok, de Spaanse pepers, kurkumapoeder, oftewel de kunyit of kunir, onze uien, de knoflook, seree, een citroengrassoort en de Laos, de galantwortel. Ik heb de uien, de knoflook en de lombok maar vast fijn gesneden. Van alles een beetje. Ja, je zorgt gewoon dat je de uitjes in ieder geval ook heel mooi dun snijdt. Want dan vergemakkelijkt het gewoon het oeleken, of anders zoals wij het noemen, heel lang, hè? Vijzelen. Hè? Nou. Het is eigenlijk, is het niet stampen, maar het is wrijven. Het is, je kan het heel makkelijk zeggen, je wrijft gewoon de uitjes, de knoflook, fijn. Ik pak nu de ketumbar, de koriander. Jij doet dat even zo met de losse hand, maar ja, in principe moet iedereen gewoon het boekje volgen. Of het volg recept, precies zeg maar. De hoeveelheden van het recept. Dat is het veiligst. En dat is het veiligst. Dan, je weet, ketumbar en jinten, die verhouding is altijd 2-1. Dus hier gebruik ik duidelijk de helft van. De helft. De jinten is de komijn. Dat vindt men in de komijnenkaas weer terug. Ja, precies. Door het kneuzen komen die kruiden samen met de uien en de knoflook tot hun recht. Dan hebben we de kuntjoer. En de kuntjoer, daar heb ik geen Nederlandse benaming voor. Dat is een witte wortelsoort. Ik heb het nu in poedervorm. Ja. Maar het is wel eens misleidend als je verse kuntjoer koopt. Dan lijkt die ontzettend veel op de kunyit of kunir. Ja, ja. Ik doe hier eventjes de hoeveelheid van in. Ja. Nou, het begint er echt al als een soort papje uit te zien. Dat is het. En dit is dus het kruidenmengsel. En je weet het, de boemboe, het kruidenmengsel, is dus het geheim, hè, van de Indische keuken, of Indonesische keuken. Zo, eens even kijken of we alles erin hebben zitten. Dacht het wel. Bij. Ja, deze nee, laat de Laos ook nog, hè. Laten we die even niet vergeten. Hier haal ik dan ook heel eventjes de schilletjes een beetje af. We zullen dit stronkje er maar afhalen. Omdat ik het nu dus allemaal fijn wrijf, haal ik er dus het schilletje vanaf.
Het is een zachte wortelsoort. Zo, eens even kijken of er geen vezeltjes in zitten, want dat is natuurlijk niet prettig. Als de mensen daar straks dat straks tegenkomen in hun gerecht. Je ziet het. Het is een mooie, een mooie brei geworden. Alleen die nog? Ja, de laatste, de kamirinoten. De kamirinoten, die kun je een beetje vergelijken met de santen. Deze is vrij vet. Ja. En ik heb ze eerst gewassen. En ik doe ze erin. Zorg en dat kan ze... in zijn geheel zo erin. Ik stop ze erin en je kunt ze in zijn geheel uitwrijven. Zou je misschien al even de olie kunnen warmen? Cabai merah, gula gampang, cabai merah, bawang merah, cabai merah, gula. Ini berapa banyak itu? Kalau ya begini. Mau dimakan berapa orang? 6 orang gitu. Ibu N, mevrouw N, gaat sambal tomaat maken. De ingrediënten die ze gebruikt zijn pepers, ui, gula jawa, dat is Javaanse suiker, zout, tomaat en trassi. De ingrediënten worden eerst in kleine stukjes gebroken of gesneden en daarna in de wajang gebakken. Na het bakken wordt alles geoelekt in de chobe. Er bestaan erg veel verschillende soorten sambal. Door andere ingrediënten te gebruiken, kan je er steeds een andere smaak aan geven. Intussen heeft Sylvia haar bumbu, het kruidenmengsel, voor de gulai kambing al gefruit in de wajang. Zo, ja? Ik denk dat het mengseltje nu wel goudbruin uitziet. Dan gaan we even de volgende kruiden in doen. 4 kruidnageltjes. Ja. Een pijpkaneeltje. Kan er in zijn geheel in? In zijn geheel, want na afloop dan halen we het er allemaal weer uit. De seree, ja, die past natuurlijk niet in de pan. Een beetje moeilijk.
achter doen we gewoon zo. Dus dat hoef je maken niet te snijden, een lusje. Gewoon zo. Nee, je wast het natuurlijk wel. Dat deze wel. Zijn allemaal ja. gewassen. Je doet er een lus in en... Zo erbij. Je gaat hem mee gongseng of roer bakken. We doen er ook nog eventjes 3 blaadjes vloerfoelie in. En alsof het nog niet genoeg is, doen we van de palla, doen we dan nog eventjes een eetlepeltje. Ja, en als je ontzettende haast hebt, dan kun je gewoon de kruidenmelange uit zo'n zakje gebruiken. Tenminste, ik denk dat ik dat zou doen. Dat gaat een stuk sneller. Ja, dat gaat heel wat sneller, hè? Zo, zullen we het vuur maar een klein beetje hoger zetten? Ja, want je moet dus jij even in de gaten houden. Dat de kruiden eruit komen. Ik heb hier dus water? Het lamsvlees al in blokjes gesneden. Ja? Giet hem maar vast. Even het vuur aanmaken. Ja. Zo. Oké, zeg jij even ho. Ho. Ja. Moet net een beetje je zorgt water. Gewoon dat het vlees dus net bedekt is. Ja. Pak er eventjes nog een andere lepel. En we doen er zo de kruiden. Ja, we doen het even in die pan, want we hebben die, deze pan straks weer nodig voor iets anders. Voor de atjarabong, ja. Hè? Gebruik dus ook al de boemboel. Doe er nog een klein beetje water bij. Moet het een beetje omgeschept? Ja. Voorzichtig. Zo, zorg maar dat de seree eronder ligt. Dan kan het aroma eruit trekken. Ja, zo is het wel goed, toch, Paula? Ja, kan wel. Zo, kijk. Het vlees is nu bedekt. En we laten zo de koeling kambing een uurtje stoven. Nou, we gaan door met het tweede gerecht van vandaag. De atjarabong. Juist. Atjar wil zeggen een zoet-zuur gerecht. Vandaag gaan we dus atjar maken van de rabong. Ja. Dat zijn dus de jonge bamboeloten. Dat is dus je kent eigenlijk... de bamboe ja, de bamboestok. Ja. Bamboestok of de bamboemeubelen. Ja. Ja. Dit is dus de stronk. Ja. En dit is in het voorstadium. Dus hij is nog heel jong en dan is hij eetbaar. Ja, ja, dan is hij heel zo. Je ziet ook echt al die ribbeltjes wat dan later ja, die ribbels worden erin. Ik heb ze hier dus al even voorgesneden. Dus we gaan daar straks de atjar van maken. Vlakbij Bogor, het vroegere Buitenzorg, liggen tegen de berghelling van de Puntjak uitgestrekte theeplantages. Bij het oogsten van de thee worden alleen de jonge loten van de theestruiken geplukt. De vers geplukte theebladeren gaat direct voor verwerking naar de theefabriek. Nadat de bladeren 24 uur in droogbakken zijn gedroogd, brengen transportbanden de thee naar een machine die het in verschillende fasen al maar fijner snijdt. In tegenstelling tot veel fabriekjes en werkplaatsen is dit een zeer moderne fabriek. Bijna alles gaat machinaal.
De zeer fijne bladdeeltjes worden dan door een hittesluis geblazen en getransporteerd naar sorteermachines, waarna het in kisten wordt verpakt. Sylvia heeft intussen een kruidenmengsel met azijn klaarstaan in de wajang, want ze maakt acar rebung. Meteen even het gas aan. Ja, je maakt maar even het gas aan, dan wordt het weer een beetje heet. Ja. Zoetil. Moet je nog even proeven voor de... Nou, ik denk dat het beter is om eerst eventjes de rebung erin te doen. Schep het maar voorzichtig om. Ja. Ja? Dat is de smaak. Je glundert helemaal. Nou, Paula, we zetten het vuur. Zetten we nu maar uit. Dit hoeft dus maar heel even. Door de hitte van het vocht krijgt de groente dan de juiste gaarheid. Moet knapperig blijven. Nou, dit is inmiddels afgekoeld, hè? Ja. Dat kan eruit. De acar rebung is klaar. Je ziet het. Ik heb dus van de andere groenten heb ik dus ook acars klaargemaakt. Vandaag biedt de Kaki Lima ons espudding. Dat is ijspudding. Eerst een schepje roze pudding. Dan gegiste zwarte rijst. Dan gaan er een paar blokjes witbrood overheen. En wat schepjes ijs. En tenslotte maak je het af met gecondenseerde chocolademelk. Ik zal even kijken of de Coulée Cambing middels klaar is. Lepel. Ja, ik heb inmiddels de seree, pijpkaneel en de kardemompitten eruit gehaald. Want we gaan nog heel eventjes, tot slot, de kokos, terwijl de zanten in raspen. Zo, dat is gebeurd. En ik heb zilvervliesrijst klaargemaakt. Oh ja, dat duurt wat langer om te koken. Daar moet je een beetje rekening mee houden dan. Ja, maar dit is kort kokende zilvervliesrijst. Oh, nou ja, dan is het... Heel mooi droog van korrel. En het is voedzaam, hè? Zeker. Ja. Nou, dan hoef je daar ook geen rekening mee te houden. Nou, we zijn er, hè, voor vandaag. Alles is klaar. Het zit erop. Nou, volgende week zijn we er weer, dan met les 5. Wat maken we dan? Een palpedis. Ja. En sambal goreng pimpikkerien. Ja, ja. Nou, een hele mond vol. Klinkt in ieder geval spannend. Als u er volgende week ook bij bent, wij zijn er in ieder geval.
Graag tot dan en tot die tijd. Selamat makan. Smakelijk eten. Bij deze Indonesische kookcursus hoort een cursuspakket. En dit pakket bevat een prachtig geïllustreerd kookboek, kruidenmengsels en extra's, waaronder een satégrill. U kunt het cursuspakket verkrijgen bij de boekhandels en warenhuizen, maar u kunt het natuurlijk ook bij de VARA bestellen. U moet dan 49,50 gulden overmaken op giro nummer 1991 ten name van VARA Hilversum onder vermelding van cursus Selamat Makan. En u krijgt het uitgebreide cursuspakket dan snel thuis.